staan hier vandaag om eens even te kijken hoe het nou is om te wonen op Defensie-eiland. Want iedereen heeft natuurlijk Defensie-eiland zien verrijzen vanuit de groenstrook die het was. Maar nu staan er huizen. En hoe is het om daar te wonen? En daartoe spreek ik toevallig met Matthijs. Matthijs die hier op Defensie-eiland woont in het project dat het Bastion was. Hoe is het om te wonen op Defensie-eiland, Matthijs? Ja, het is heerlijk. Mooi uitzicht hier op een kasteel. Het zonnetje hebben we nu ook mee. Dus je kan hier in de voortuin zitten. En het zijn prachtige huizen. In oude stijl. Maar wel alle gemakken van nieuw. En prachtige locatie dicht bij het centrum. En zoals, kan je wat voorbeelden noemen van die gemakken? Ik heb een klein zoontje. We lopen zo het centrum in. Hij heeft zijn loopfietsje. Dus dat is heel leuk. Alle horeca en gezelligheid om de hoek. Dat soort dingen zijn echt wel uniek qua locatie. Gemak is ook het station. Zit ik echt met een paar minuten in de trein, als het moet. Parkeren hebben wij een mooi parkeergarage waar we zelf kunnen parkeren. Dat zijn allemaal wel hele makkelijke dingen, terwijl je wel heel centraal zit. En hoe bevalt dat tot nu toe? Ja, geweldig. Want we genieten van het uitzicht hier en van de plek. Gewoon de prachtige plek in Woerden. En vertel eens waarom je er zo van geniet. Ja, de omgeving hier, het water, alles, de omgeving, het groen, de tuin. We zitten hier op de begane grond. Geweldig. En waar komen jullie vandaan? Kamerik. En hoe staat het nou met de voormalige bewoners van het Defensie-eiland? Hoe vinden die het dat jullie hier zijn komen wonen? Ik bedoel Jut en Jul. Ja, nou tot nu toe hebben ze weinig moeite met ons hoor. Maar we laten ze ook lekker met rust. We laten ze lekker gaan. Geven jullie ze af en toe ook wat brood? Zover zijn we nog niet gekomen. dat gaat wel komen hoor. Hebben jullie ook al een feestcommissie bij de Vereniging van Eigenaren of nog niet? Nou, niet zo officieel, maar er zijn al diverse barbecues geweest, nieuwjaarsborrel. Er wordt genoeg gedaan en georganiseerd, ja. Hebben jullie hier nu voor moeten loten? Er is voor moeten loten, ja. En dit was onze eerste optie. Dus heel veel geluk gehad? Wij hebben heel veel geluk gehad, ja. Helemaal niets in de schaal hoeven leggen om het een beetje extra kracht bij te zetten? Helemaal niets gedaan. Prachtig. Blij? Ja, zeker heel blij. Want wat maakt het wonen nou zo mooi hier? Hier op Defensie-eiland of Woerden? Nou, is het Woerden misschien? Nou, Woerden is gewoon een hele gezellige stad. Er is heel veel te doen. En ik denk dat heel veel Woerdenaren of mensen die in Woerden wonen daar nog veel te weinig gebruik van maken. Als je dat soms ziet, dat er een evenementen georganiseerd worden en ziet wat voor mensen er komen, dan is dat toch eigenlijk weinig in verhouding tot het aantal inwoners wat er is. Dus, en waarom Defensie-eiland? Nou, dit was natuurlijk een hele mooie plek. En dit was nog een project met een van de weinige huurappartementen. Want dat is niet zoveel in Woerden, maar dat je dus van die mooie huurappartementen hebt. Dus dit was een uitgelezen mogelijkheid voor ons. We staan hier op de brug naar Defensie-eiland. En hier een van de bewoners van Woerden die niet op Defensie-eiland woont. En uw naam was? Mital Dawoudi. Wauw, wat een prachtige naam die ik niet kan herhalen. Mevrouw Dawoudi. Ja, Dawoudi. Hoe kijkt u naar Defensie-eiland? Eigenlijk heel mooi geworden. Ik vind dit prachtig. Zo nieuwe gebouwen en nieuwe uitzicht. Ja, het is wel heel leuk. Is het mooier dan dat het eerst was? Ja, zeker weten. Ja. Het is wel een heel stuk mooier. En zou u er ook graag willen wonen? Ja. Connie, jij woont in het project dat we echt helemaal goed zien vanaf de weg als je naar het centrum van Woerden fietst in het Ravelijn. Ja, hoe is het om te wonen in het Ravelijn? Helemaal leuk. Het is echt fantastisch wonen hier. Het is echt heel vrij en toch midden in de stad. Ja, want en als je 's ochtends wakker wordt, wat zie je dan? Wat zie ik dan? Daar kom ik beneden in mijn keuken. En we hebben de keuken aan de voorkant laten maken. En dan zie ik iedereen naar zijn werk gaan. Ik zie het kasteel, ik zie de blauwe lucht of ik zie regen. Ik zie alles, ik zie de bootjes voorbij komen al op zaterdagochtend. De kanovaars, helemaal leuk. Wonen er allemaal gezinnen in het Ravelijn of al een beetje kennis gemaakt met de buren? Heel gemalleerd. Het is echt van jonge gezinnen
Net getrouwd, 23 jaar, 25 jaar, tot denk ik 65 jaar. Dus het is een heel gemêleerd gezelschap. Is dat leuk? Ja, juist. Heel erg leuk. Ja, ja, ik vind het heel leuk. En organiseren jullie ook al samen dingen? Ja, we hebben al de buurtbarbecue gehad. Ik ben zelf druk bezig met een groepsapp aan het opzetten, ook voor preventie. Dus zo krijg je ook met iedereen contact. Ja, je loopt heel makkelijk naar elkaar toe. Zeker vanwege het binnenplein ook. En preventie, is dat iets wat noodzakelijk is hier? Ik hoop van niet, maar je weet maar nooit. Dus uit voorzorg? Precies. Uiteraard.